Dit is Frenkie de Jong. Naar mijn mening de beste Nederlandse voetballer op dit moment. Met weergeloze acties tegen Real Madrid. Letterlijk de speler met de meest accurate passes van heel de La Liga. Loopt hij recht in de voetstappen van de enige echte voetballegende, Johan Cruijff. En precies 4 jaar geleden kwam hij op mijn radar toen Ajax na 22 jaar de halve finale bereikte van de Champions League. En werd ik zo enorm geïnspireerd door deze doodnormale knakker dat ik ook iets wilde neerzetten. Want ja, tot op nu toe heb ik alleen maar simpele potjes gedaan tegen kinderen. Van 11. En heb ik nooit echt jullie mijn ware skill laten zien als het gaat om voetbal. En dus ga ik de precieze routine volgen van Frenkie de Jong om vervolgens op dag 7 een officiële wedstrijd te spelen met als hoofddoel de allerbekendste YouTuber van Nederland, namelijk Enzo Knol, een assist. Ik had hem jou gegeven, je hebt natuurlijk gescoord en zo. Nee, maar gast, wat ik al zei, jij hebt lopen rennen, ouwe. Niet normaal, dus ik vind het verdiend hoor. Nummer 1. Ja, Frenkie de Jong staat altijd rond een uurtje of 9 op, omdat hij om 11 uur op het veld moet staan, volgens deze Barcelona-artikelen. Alright, en Frenkie eet natuurlijk altijd een lekker broodje in de ochtend, omdat hij gewoon een Nederlandse knakker is. Ja, daar mag ik niet aan zitten. Dat gaat niet door de beugel, die Oreo's. Weet je waar ik zit, hè? Nou? Op je koffie. En dat jij hem voor mij zet. Oké, Frenkie de Jong staat natuurlijk bekend om zijn passing. En daarom ga ik dat deze ochtend even flink goed oefenen met bepaalde passing drills. Waardoor mijn paasaccuraatheid wordt verhoogd en ik in de wedstrijd op dag 7 beter ga presteren. Tja, en als je het binnen een zo kort mogelijke tijd, net zoals ik, de accuraatheid wilt verbeteren, moet je trainen op herhaling. En een klein beetje techniek. Want ten eerste, herhaling zorgt ervoor dat alle spiertjes die je gebruikt tijdens het pasen een soort van muscle-mind verbinding krijgen. Waardoor je na verloop van tijd beter weet welke spieren je moet aanspannen en hoe hard je moet aanzetten voor de perfecte paas. En als tweede heb je dus ook een klein beetje techniek nodig, namelijk weten waar jij je voet moet plaatsen op de bal. Oké, bij de passes van Frenkie de Jong zie je eigenlijk altijd dat hij precies de binnenkant van zijn voet gebruikt. Hierdoor ben je gewoon accurater in je passes als het ware, dus dat ga ik ook bewerkstelligen. Ja. Hè? Eindelijk. Alright, vandaag zijn we even lekker in de gym en ja, en ik kon letterlijk maar één workout gerelateerd iets vinden van Frenkie en dat was deze foto. En dus kijk ik naar wat voor materialen hij gebruikt en gebaseerd daarop bedenk ik mijn eigen toepasbare oefeningen erbij. Ik train zoals Frenkie de Jong in de gym. Weet ik. Wat vind je ervan? Ga ik lekker? Ja hoor. Maar zoals je ziet doet Frenkie de Jong niet heel veel aan de gym, omdat hij niet zo ripped en kast is als een Ronaldo of een Zlatan. En daarom focus ik deze week mij wat minder op het fitnessgedeelte, juist meer op techniek, inzicht en conditie. Wat gaan we vanavond eten? Aardappeltjes uit de oven met spersieboontjes. Een lekker Nederlands gerechtje. Heel Nederlands. Ja, Frenkie blijft en is een doodnormale Nederlandse knakker die op zijn tijd een classic Nederlandse maaltijd krijgt. Namelijk basic groenten zoals boontjes, wat aardappels en een stukje vlees. Wat vindt u van Frenkie de Jong? Frenkie de Jong? Dat is een topper. Frenkie, nou, die eet als een, niet als een varken, maar die eet als een olifant. Je mag ook wel eens genieten, vind ik. Ja, het tongetje gaat erin. Ga je diezelfde lepel weer gebruiken trouwens? Ja hoor, kijk maar. Ah, nee. Ik doe het zo met mijn handen. Nee. Ja, met een overheerlijke bonenschotel van de avond tevoren ging ik volop aan de bak met deze officiële training. Met teamgenoten die op hetzelfde niveau zitten als ik. En dus was dit de perfecte oefening voor de wedstrijd, omdat zo'n training natuurlijk super dichtbij staat als een echte wedstrijd. Ook kon ik hier mooi aan mijn conditie werken met allerlei sprintoefeningen en drillacties. Dit moet 5 keer. Ja. En op het laatste deden we een kort partijtje waardoor mijn spelinzicht verbeterd werd. Wat ik natuurlijk best wel nodig heb, wil ik die Enzo Knol een assist geven. Hoe vindt u mijn niveau als ik letterlijk al 2 jaar niet meer heb getraind? Dat heb ik niet gezien. Dat niveau was prima voor elkaar. Maar
maar dan moet nog wel wat gebeuren ten opzichte van die andere jongens. Ja, ja, ja. Maar waar kan ik wat beter in worden? Wat valt er vooral op? Inzicht. Ik denk dat de conditioneel moet je wat beter worden. Ja? Ja. En de snelheid moet er ook wat meer. Alright. Inzicht, conditie en snelheid moet ik de komende dagen aan werken om zo mijn zwakke puntjes aan te vullen en goede stappen te zetten richting het worden van een goede voetballer. Zo, even een lekker gezonde hap. Net zoals Frenk de Jong altijd doet. Een lekkere boerenkool. Ja. Boerenkool? Ja. Maar wat is het dan? Broccoli. Ja, boerenkool is ook een typische Nederlandse maaltijd. Typische Nederlandse jongens, zoals Frenk de Jong, ook gewoon eten voor hun voetbalwedstrijdjes. Hier hoor ik niet bij. Nee. ik hoor hier ook hier niet hoor bij. Ik niet bij. Wat valt erop aan Frenk de Jong's speelstijl? Ik kan goed dribbelen. Ik kijk niet heel veel voetbal, maar gewoon dribbelen en scoren kan hij wel. En is het je favoriete speler? Nee, dat niet. Hoezo niet? Ja, weet ik niet. Dat is dan gewoon Ronaldo wel. Ronaldo ook voor jou? Of? Nee, Messi. Team Messi. Alright, hier zijn een paar kinderen en die kan ik perfect als training gebruiken voor de Frenkie de Jong move. Ja, want mijn doel is om de Frenkie de Jong move, namelijk deze move, tijdens de wedstrijd op dag 7 te killen. The ball get me. They play me the ball over here. Uh-huh. So I take a touch. Uh-huh. If I see space and I pretend like I take it. Right. And then the defender goes with me. Of course. And then I go D. Oh yeah, okay. And try to turn the other one. Ja, en letterlijk de eerste keer dat ik de Frenkie de Jong signature move probeer, lukt het gewoon. En is hij zeer effectief tegen deze 10-jarige kinderen van 1,20 meter. En ja, later op de dag finesse ik en zie het ook compleet. En om heel eerlijk te zijn, heeft het dribbelen altijd wel in mijn bloed gezeten. Omdat ik als, ja, een 10-jarig jochie al constant bezig was met de bal. En daardoor ik uiteindelijk de kans kreeg om met FC Groningen en Cambuur mee te trainen. Dus ja, hier ligt het fundament van elke professionele voetbalspeler. Namelijk op een jonge leeftijd al verliefd zijn op de sport en het heel vaak doen. Wanneer is het moment gekomen dat Frenkie begon te voetballen? Dat was vanaf 11 maanden. Toen hij ging lopen, trapte hij gelijk tegen de bal aan. Ja, in de box eigenlijk al gelijk. Hij was altijd met een bal bezig. Dus voor wie dit kijkt, die de ambitie heeft om de Eredivisie te halen, kan ik je dit vertellen. Wees er heel vroeg bij, train elke dag met geen excuusjes en geniet van het proces. Aan het bier. Lekker. Aan de wei. Jullie zien het. Dit is niet heel goed, maar wel. Nou ja, voor je hersencellen niet, maar voor de gezelligheid wel. Goed, ik ga het slokje nemen. Ik ben er niet trots op. Ik wel. Gaan we 20 of de 30 meteen vandaag? 85 bier hebben we gedronken. Mensen zeggen ook wel eens van, ja, hij heeft er veel voor moeten laten. Die discipline had hij altijd om vroeg naar bed te gaan. Hij heeft er nooit geen druppel bier op, hij is er nooit uit geweest. Zelfs als je even lekker denkt een wijntje te doen, moet deze man werken. Hij heeft er een camera mee. Maar waar kan ik wat beter in worden? Wat valt er vooral op? Het inzicht misschien? Inzicht? Ik denk dat de conditioneel moet je wat beter worden. Ja. Ja. En de snelheid moet ook wat meer. Tja, Frenkie heeft dus echt al vanaf jongs af aan zichzelf gedisciplineerd aan deze sport. Hij maakt echt letterlijk nooit excuses om een lekker biertje te drinken. Nee, hij zal zijn zwakke puntjes verbeteren door middel van hard te trainen, zodat hij een van de beste op aarde kan worden. En dat is precies ook mijn plan gedurende deze 7 dagen. Ik wil echt alles uit de kast halen en mijn eigen zwakke punten verbeteren, namelijk snelheid, conditie en inzicht. Alright, het is inmiddels rond 1 à 2 uur en ik ga weer even op de passing letten. Alright, dat rode pionnetje moet ik daar in de verte proberen te raken. Oh, zoals je ziet is hij aardig dichtbij gekomen, dus dat betekent dat de accuraatheid van de paas helemaal top is. Ja, lage pases zijn wel leuk en aardig, maar zoals je hier ziet gebruikt Frenkie de Jong ook hoge pases. En soms ook wel lopjes. En dus besloot ik die ook even te gaan doen. Een technisch sterke speler. Een goede speler met een enorme drive ook en een versnelling aan de bal ook. Dus je kan makkelijk een mannetje passeren eigenlijk, waardoor je dus een man meer kunt creëren. Ik ben wel benieuwd, hoe ziet er dan zo'n week uit van Frenkie in die tijd dat hij dus hier bij Willem II voetbalde? Ja, s'ochtends gewoon toen hij dan hier op school zat, op het Willem II college. Ja, s'ochtends vroeg weg natuurlijk. Hij werd dan de eerste jaren werd hij dan voor de deur opgehaald. Door een privéetje van Willem II, was prima geregeld. Later met een busje van Willem II. Ja, dan was natuurlijk naar de school hier in de Willem II College naar de HAVO. En smerig trainen. En s'avonds weer thuis. Dus heel zijn dag was gevuld. Zo, we gaan weer even voetballen. Zoals Frenkie de Jong. Zoals Frenkie de Jong.
Kan ik nog serieus nemen? Ja, zelfs tijdens het chillen met mijn kameraad Siert moest ik een bal meenemen om lekker te voetballen. En stappen te maken om een betere voetballer te worden. Geen enkel moment stond ik stil. Oh! 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 Ja, die gaat er ook nog. Nee, die gaat er niet in. Dit gaat niemand te zien krijgen. We gaan meedoen met Creators FC. En met we bedoel ik ook Milan. Allebei staan we morgen opgesteld in het team Creators FC. Oh shit. Oké, nu word ik me best wel zenuwachtig om heel eerlijk te zijn. Ik moet hem een assist geven. Dat is gewoon het doel. Ga je hattrick morgen maken, Frank? We gaan het zien. We gaan het zien, dames en heren. Alright, ik zet daar even pionnetjes neer en daar ook in de verte. Puur om even die long passes en gewoon de accuraatheid van mijn pass te oefenen. Want dat is voor morgen natuurlijk super belangrijk. Alright, en als afsluiter ga ik even een kort partijtje doen tegen de boys. Puur voor mijn balvastheid en mijn inzicht. Nee! Kut. Oh! Denk je dat ik ga scoren trouwens? Ja! Ik heb een zieke dribbel proberen te maken. Tja, het is zover. Eindelijk de grote dag waarin ik Frankie's speelstijl terug moet laten komen in deze wedstrijd met de enige echte Enzo Knol. Dus altijd eventjes de debutante. Welkom even. Milan Knol. Hey! Enzo, samen met zijn broer, de spits. Alright, ik was als mid-mid opgesteld. Wat echt de perfecte positie is om een assist te geven op de spits, namelijk Enzo. Het gaat officieel beginnen. En daar gaan we met Milan op Enzo. En nee, daar komt Noah en die schiet gelijk een tegenstander in het gezicht. In vele opzichten een bijzonder begin van deze knotsgekke wedstrijd. Man. Dan Eindhoven en Frank. Wat een player voor de bench die Frank VD. Dat is niet te doen, man. Echt, hè? Mijn mond nu al. Ja, ik heb het ook. Ja, voor de context, het was die dag 35 graden. Wat natuurlijk veel te warm voetbalweer is. En naast dat het natuurlijk zo heet was, waren de tegenstanders super fanatiek. En waren er zelfs ex-profvoetballers bij. Dus ja, dit was echt een hele lastige pot. Eindhoven wordt sterker, maar Frank wordt dat ook. Die maakt heel veel meters in bijna 35 graden. Ook leuk is dat de ex-profs maar geen gaatje weten te vinden in die defensie waar Frank echt top verdedigt. Ja, na behoorlijk wat sprintjes in 35 graden ging ik heel even wat drinken. En toen kreeg ik dit compliment. Serieus? Je hebt 3-4 goals tegengehouden. Echt? Je mag er weer komen. Ja, dat is Glenn Helder. En hij heeft vroeger bij Arsenal gezeten en is dus een ex-profvoetballer. En als hij mij zulke complimenten geeft, dat betekent waarschijnlijk wel wat. Dus ik voelde me best vereerd. En met die motivatie stapte ik weer op het veld om die assist aan Enzo te geven. Komt goed, man. Doe het! Let's go! Goeie. Eindhoven denkt dan vervolgens rustig te gaan opbouwen, maar Frank legt enorm veel energie in zijn spel. Daar is Saran rechts buiten. Frank wil de bal terug, krijgt hem terug en Frank verdient een doelpunt, maar daar denken ze bij Eindhoven anders over. En hij heeft nog niet gescoord, deed dat wel in zijn vorige wedstrijden, hattrick zelfs. En hoppa, daar komt Frank weer. Weergaloos, wat heeft die gast gegeven? Waar kan ik wat beter in worden? Wat valt er vooral op? Inzicht. Ik denk dat de conditioneel moet je wat beter worden. Ja? Ja. En de snelheid moet er ook wat meer in. Ik moet hem een assist geven. Dat is gewoon het doel. 1 assist op Enzo Knol. Morgen is mijn enige kans, want hij doet niet vaak mee met dit soort wedstrijden. Dus ik voel me gespannen. Hoppa, daar komt Frank weer. Weergaloos, wat heeft die gast gegeten? En ook dit nog, een tippaas op Saran. Kijk eens aan, ik heb gewoon precies de speelwijze van Frenkie overgenomen. Namelijk op het middenveld de bal afpakken en met een hele goede paas een bruikbare aanval opzetten. Even zijn tijd. Daar staat Enzo. Daar komt hij. Nee, Roy dan. Roy de coach. Kijk, op Alessio schuift hij hem. Dan naar Enzo. En ja, dit is echt een zieke goal. Want hij doet het weer. Enzo Knol scoort altijd als hij meedoet met de creators. En eerlijk, het begin van Frank was ook heerlijk. Hoe voelt dat eigenlijk om te scoren? Lekker man. Lekker werk, man. Lekker werk. Oh.
GG. Ah, lekker loppie, hè? Ik begin bij jou, jongen. Heerlijk. Poeh, heerlijk. Heb je mij ook zien spelen? Ja, ik denk het wel. Ja. En wat vindt u ervan? Schaal 1 op 10? Een 8. Een 8? Okay, het gaat mij om de amusementswaarde. Ik vergelijk het niet met Nederland zelf al. Is mijn debuut een klein beetje goed? Of? Ja, natuurlijk, man. Ja? Hey, nee, je treft het niet. Het is 34 graden. Je speelt tegen ex-profs. Ja, de tweede helft was aangebroken. Ik had nog een paar goede speelverdelingen en goede passes. Maar na verloop van tijd hield mijn lichaam er gewoon letterlijk mee op. Frank blijft een supersoldaat. Oh, kramp, ouwe. Kramp in mijn enkel, ja, ik moet eruit. Ja, moet duwen? Vind je dat, voelt dat fijn of? Heel omhoog iets, denk ik. Je bent unaniem gekozen tot man of the match. Nee, joh. Ja. Maar joh, mijn eerste wedstrijd meteen man of the match. Dus zie je maar weer wat ik op YouTube plaats, kan ik dus ook in het ja, laten zien. Leek ik op Frenkie de Jong is de vraag. Nee.